schilderij. Tomke, Romke en Janajoe bin thuis. Ze weten net zo goed wat ze dwaan moeten. Wat zullen we dwaan, Janajoe? Ik wil ze graag schilderen. Oh ja, ja dat wil ik ook wel. Hast al wel verven en een kwast. En papier, je moet ik papier ha. Even ziekje. Tomke rommelt in zijn kast. Ja. Er komen kwasten uit, potjes met verven. Nou nog papier. Bij Cornelia haar computer leidt wel papier. Oh ja, dat is een goed idee. Tomke leidt 2 stikjes papier op tafel. Ze binnen wol heel liets. Ja, maar ja, ik ha net grutter. Janajoe schot om haar heen. We kennen ek wol op het Ruud schilderen. Dat doet juf Klaske op skwalle ek altijd. Ik weet net of dat wel mij van Cornelia. Ja, dat vindt ze grif wel mooi. Nou, ik weet net. Ze wil dus graag een schilderij, hè? Dat had ze zelf zijn. Ja, maar net op het Ruud. Het wordt een verrassing. Een cadeautje. Ja, goed idee, Janajoe. Cornelia is gek op cadeautjes. Oké, dan. Tomke en Janajoe hel je de plant nu de vensterbank. Ja? De potjes met verven zetten ze er wel. Zo. En een pot met wetter om de kwasten in u te spielen. Ja, wat zullen we maaitje? Ik maaitje een beam. En ik schilder je een hoes. Dan gaan ze los. Aan de ene kant van het Ruud komt een grote beam. Aan de andere kant een prachtig hoes. Daar ben ik een lof bij. Mijn vogels. Ja, en op groen met gaas. En blomkes. We schilderen het hele Ruud vol. Ja, prachtig. Wat zou Cornelia dit mooi vinden? De bijen ben drok aan het werk. Een skofke letter kiet de deur open. Cornelia komt de kamer in. Ze bloedt steen en schot naar de bijen. Ze schot het Ruud en Tomke en Janajoe mij de kwasten. Wat heb je nodig? Ben je hem nou heel een tal, mijn mooie skerruut? Oh. Maar dan voelst om eens een schilderij in de kamer, hè? Het is een verrassing. Ja, ze is dat wel. Maar dit kan het, ja. We kunnen het eerst met naar boeten zien. Wat hindert dat nou? Het schilderij met voort, nou dadelijk. Dan gaat de bel. Oh, ik drie met de deur. En het is hier een grote bende. Met een min zin rent Cornelia naar de deur. Goeie, mag ik je wat vragen? Ja, als het net te lang wordt. Ik zie dat schilderij op het Ruud. Ja, verschrikkelijk. Ben je even poppen en wat dat... Wat een prachtig kunstwerk. Mag ik daar wel een foto van, maatje? Dan zet ik het in de kranten. Huh? Dat is echte kunst. Cornelia moet even nadenken. Dan zei ze... Ja, vanzelfs je boeten. Ja. Zal ik er dan even nadenken? Ja, goed. We moeten gauw het Ruudske meidje. Misschien is Cornelia dan net meer leuk. Ja, ja, ik pak dadelijk een amer, mijn wetter en... Mij waast je het, Cornelia, daar? Dan sjoegen ze een grutte flits. Kleer. Ja, Jim's schilderij komt in kranten. Echte kunst, zei de fotograaf. Oh, echt? Ja. De oren dais stiet het schilderij in de kranten. Met Cornelia erbij. Ze knipt de foto uit en hing het hem aan de morren. Oh, zou je toch nog een verrassing?
hè Cornelia? Ja, een echte verrassing. Hé? En het echte schilderij? Tja, dat is weer voort. Ja. Jammer. Romke, Cornelia en Tomke zullen sliepen. Het verhaaltje is nou uit. Voordat ze op haar bedje kroepen, jouwen ze daar nog gauw een tuut.